Ik ben Judith Tegelaars, ik ben 39 jaar, ik heb 3 dochters en ik ben getrouwd. En mijn allereerste grote liefde, die staat achter mij. En dat is eigenlijk begonnen toen ik op de middelbare school zat. Fiets ik elke dag naar school en op een van die wegen waar ik langs kwam, stond een Fiatje 500 geparkeerd. Helemaal mijn ding. Vrolijk, klein, compact. Echt iets waar elke tiener gewoon verliefd op wordt. Dus ik had ook echt zoiets, als ik ooit mijn rijbewijs ga halen, dan wil ik een Fiatje 500. Ik zat heerlijk op mijn studentenkamer, zat ik te studeren. En Ivo komt binnen en die zegt, Judith, je moet nu met me meekomen. Ik heb iets voor je, een verrassing. En wat zag ik daar staan? Een heel klein Fiatje 500. Helemaal precies wat ik leuk vind. En wat zegt Ivo daarna? Hij is voor jou. Nou, ik was helemaal versteld, zo van, jeetje, voor mij? Waarom dat dan? Ach, zomaar. Hij zei, ga maar eens kijken of je hem leuk vindt. Nou, maken de deur open. Leuke rode bekleding. Dus ik had meteen zoiets, ja, dit is hem. Deze is voor mij. En als trotse eigenaresse reed ik daarna met mijn Fiatje 500 naar huis toe. Hartstikke leuk. En sindsdien staat hij nog steeds bij ons op de oprit. En hij gaat ook echt niet weg. Ik ben Ivo, de partner van Judith. Het leuke aan het verhaal is dat ik eigenlijk helemaal niets met klassieke auto's had. Gaandeweg, als je ziet door de jaren heen wat de Fiat 500 voor mij is gaan betekenen. Het werd een auto die ik gewoon ging vertroetelen. Ik onderhield hem, ik deed er alles aan om hem mooi te krijgen en nog mooier. En dan staat dat ontzettend leuke blauwe Fiatje op de oprit en mag je de eerste rit ermee gaan rijden. Ontzettend spannend. Het begint natuurlijk al met de sleutel omdraaien. Elke moderne auto die start, je draait de sleutel om en je hoort het motor al ronken. Bij een Fiatje 500 is dat niet het geval. Je draait de sleutel om en er gebeurt helemaal niks. Er zitten 2 hendeltjes onderin waar je dus eigenlijk mee moet gaan starten. De choke en de starter. Dus dat was het eerste spannende al om hem überhaupt gestart te krijgen. En dan ga je rijden. Nou, het rijdt natuurlijk heel anders. Je moet tussentijds gas geven, dubbel klutsen. Het rammelt, het piept. Het is gewoon anders dan een moderne auto waar je natuurlijk je rijbewijs in gehaald hebt. En dan ga je rijden en heerlijk. Dakje open, de wind die een beetje door je haren heen gaat. We hebben elkaar op jonge leeftijd leren kennen. Ja, ik zag dat als een iets heel erg leuks om haar te verrassen met een Fiat 500 die ze zo graag wilde. Ik zag dan advertentie, bellen, bij die mensen langs gegaan. Ja. Mensen hadden die auto volledig gerestaureerd, gingen er niet in rijden, want ja, ze kregen een kind, wilden dus van die auto af. Ja, en ik zag mijn kans schoon om een rondje mee te rijden met die man. Hij kon daar overigens nagenoeg niet in rijden, hij was ontzettend lang. Dus ik zat er echt naast de eerste rit, echt van, is dit nou wat ze zo leuk vindt? Maar goed, ik had zoiets, joh, ik ga die auto kopen. Thuis van de studeerkamer afgesleurd. Ze was natuurlijk gewoon zielsgelukkig. Vloog me om mijn nek meerdere malen toen ik zei, ja, die nemen we mee. Ja, dat moment vergeet je gewoon nooit. 15 jaar geleden zijn we in ons Fiatje, of nee, in mijn Fiatje 500, zijn we getrouwd. De keuze van de jurk moest sowieso natuurlijk al klein zijn, niet met een grote sleep en niet zo breed, want dan zou het niet in mijn Fiatje 500 passen. En dan begint eindelijk de dag. En Ivo had geregeld dat er 15 Fiatjes 500 achter ons aangereden hebben als een hele grote stoet. We zijn getrouwd en we komen terug van de kerk. En Ivo zegt, Judith, het gaspedaal valt naar de bodem. En het eerste wat ik natuurlijk zeg, grappig Ivo, dat is echt een grapje. Maar we merkten ook dat de auto steeds langzamer ging rijden. En inderdaad, de gaskabel was gebroken. Tja, daar zit je dan in je Fiatje 500. En je kunt niet bij de feestbestemming komen. Het was maar één ding wat we konden doen. Onze liftend langs de Napoleonsbaan staan en hopen dat iemand ons zou oppikken. Nou, kan je die verzekeren? Het is allemaal goed gekomen. Ja, de Fiat 500, wie kent hem niet? Ja, eigenlijk minimalistisch. Dus het is super eenvoudig. Technieken die erin zitten. Ja, af en toe gaat er wel eens een keer iets stuk. Het is allemaal zo eenvoudig. Zie je een keer hoe iemand dat maakt, dan de volgende keer kan je het zelf ook. Dus het is bijna technisch Lego. Dus eigenlijk kan het op één manier in elkaar. En je moet het goede onderdeeltje hebben. En dan werkt het vaak wel. Simpeler dan dit kan niet. Je hebt er gewoon geweldig veel plezier in. Nou, je hebt natuurlijk voor het eerst als je in een auto stapt, heb je een bepaalde verwachting daarbij. Van, nou, hij zal zo wel rijden of zo. Je bent de lesauto gewend.
En dan stap je hierin en alles wat je geleerd hebt daar, nou, dat komt hier dus niet van pas. Stuurbekrachtiging heb je niet, maar hij is zo licht dat hij gewoon lekker stuurt. Je hebt natuurlijk altijd van die grappige dingetjes, net zoals de richtingaanwijzer. Die moet je wel een paar keer aanzetten, want als het stuur in een bepaalde houding staat, dan doet hij het niet. Dus een beetje vinden van, nu doet hij het of nu niet. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Maar dat maakt juist het rijden zo bijzonder. Net zoals het benzineluchtje, wat je altijd een klein beetje hebt. Dan weet je ook meteen, we zitten in een oldtimer. Oh, kijk, dat bedoel ik. Excuses.